En we gaan er weer een leuke middag van maken. Ik wens jullie veel plezier met het duo. Nee, het is solo. One man show met assistentie. Peter Schoof. Ik zat er niet echt mee, woonde in Enschede. Ik maakte muziek, iets anders wou ik niet. Eén scheiding te veel, de inboedel verdeeld. Peter, je hebt net opgetreden. Ja. Hoe was dat na een halfjaartje? Want jullie Mooi. Hebben in december de laatste gehad hier. Ja. Ja, dat was heel... Het was genieten. Een half jaar geleden deed ik de deur dicht, want toen moest het dicht hier. En nu mocht ik de deur weer open doen, dus dat vond ik heel mooi. In de tussentijd ook veel nieuwe liedjes, want ik wou niet met hetzelfde programma komen. Dus ik heb veel nieuwe liedjes geschreven. En het ging heel erg leuk en mensen vonden het heel leuk. En ik ben blij. Ik ben heel blij. Waar is dat zonnetje gebleven? Achter de wolken misschien? Ik zit al urenlang te kijken, maar heb de zon nog niet gezien. Ik zit hier en ik kijk wat vies naar buiten. Ik zit hier, het regent dat het giet. Ik zit hier, wie zegt me dat hij terugkomt? Misschien komt hij wel niet. Jij hebt speciaal voor dit optreden, had je een nummer geschreven over het Huis van Katoen. Ja, ik heb al zo vaak hier gespeeld nu en ik denk, ja, dat moet. Daar moet hier een lied komen waarom dat Huis van Katoen het Huis van Katoen is en waar het vandaan komt. En dat heeft natuurlijk te maken met ooit die grote voorstelling die we met z'n allen met Almelo gedaan hebben. En dat heb ik proberen te vervangen in een liedje waarin oma Kat, die ook 100 werd in de voorstelling, een rol speelt. Haar relatie met de textiel en haar liefde voor die soldaat. Dus een gebroken hart en een spinnenwiel, zou ik maar zeggen. Dat zit er allebei een beetje in. Maar het vertelt waarom het Huis van Katoen en nu van iedereen van Almelo is. En wat daar een beetje de achtergrond van is. En we hebben het gedaan op het lied van House in New Orleans. Heel oud lied. Maar ja, het ligt wel mooi voor de hand. Het Huis van Almelo, het Huis van Katoen en nu. Ja. Toen dit verhaal begon, oma Kat, zij trouwde met een textielbaron. Maar eerst de grote liefde was een Engelse soldaat die in de oorlog overleed door een Duitse handgranaat. Wat kunnen we nou meer verwachten van jullie? Ah. Zeggen. Van ons en van mij. Ik als solo verteller, liedjesmaker, wil ik nog doorschrijven en optreden. Met de drie oude mannen, No Songs for Old Men, gaan we ook door. Een beetje probleem omdat Anton gaat verhuizen naar Nijmegen, dus dat is wat meer op en neer rijden. Maar dat is ook plezier en dat is uitstekend te combineren. Dus we gaan gewoon allebei donderdag. Nou, ik wens jullie een coronavrij jaar voor de rest. Ja, is wel prettig. En dat je veel mag optreden. Helemaal goed, dankjewel. Okay.